Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en Erfenis van de Azran. We zijn in het schip van de Targent en we zijn denk ik een beetje op het einde van de game nu. Ik ben benieuwd in ieder geval hoeveel afleveringen het nog gaat duren. Huh, wat doen jullie hier? Hij heeft een puzzel in ieder geval voor ons paraat. Vergeet het maar, jullie komen hier niet langs. Die kerel is voor mij. Welke kerel is voor jou? Ik moet hem bij de lurven grijpen voor de anderen doen. Ah, oh ja, dat is die ene kerel die wij proberen te helpen, als het goed is. 116, hou je haaks. Ik snap hem, want er zijn haken. Kadoem. Kijk, dit zijn de enige mogelijkheden, dus dit is sowieso goed. Daar dacht ik al. Eén terug. Oh, dat kan ook niet. Eén terug. Zo dan. Yeah. Oké, deze was best makkelijk. To be honest. Ik weet niet of jullie het een beetje op het kleine scherm konden zien, maar dit was een relatief simpele puzzel. Kritisch denken is de sleutel tot succes. Ja, zeker de sleutel tot succes. Sander zou zeggen, sleuteling tot succesing. Ach, kom op zeg. Weet je wel hoe lang ik erover gedaan heb om die dingen zo op te hangen? Macintosh is deze kant op gegaan, nietwaar? We moeten met hem praten. Ga aan de kant, of je krijgt er spijt van. Farkadabra! Mooi niet, die archeoloog is de hoofdprijs. Als ik hem vang, krijg ik een vette beloning van de baas. Laten we allemaal kalm blijven. Rustig aan, Emmy. Nee, het maakt me niet uit tegen wie ik het moet opnemen. Ik ben de assistent, ben uw assistent en ik zal u beschermen, professor. Alsjeblieft, Emmy, laat me even uitpraten. Als deze agent een, zoals hij het noemde, vette beloning zou willen, dan zou hij hier geen ruzie met ons staan maken. Hij zou zijn prooi in de kraag hebben gevat en daar zijn meerdere gebracht hebben, zonder onze blik waardig te gunnen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Kan het zijn dat hij van gedachten is veranderd omtrent zijn betrokkenheid bij Targent? Larry Cook, is dat zo meneer? Vertelt u maar eens waarom u geen wapen draagt. Een pistool lijkt me toch verplicht voor agenten voor Targent. Kom, Emmy, ik geloof dat Macintosh deze kant op ging. Ojo, mind games met Layton? Daar hebben we Mac. Meneer Macintosh. Wat doen jullie hier? Droom ik? Nee, u droomt niet, Macintosh. Kom, we helpen u weer op de been. Het is te laat. Ik wilde dit schip kapen. Lachwekkend, nu ik erover nadenk. Zegt u maar niks meer. U moet uw krachten besparen. U moet hier weggaan. Zelfs als ze beloofd hebben dat u de Azran mag bestuderen. Doe het niet. Vlucht nu het kan. Bronev heeft gewapende handlangers in dienst om de onderzoekers onder de duim te houden. Hij is een slang. Verdraait woorden, maakt criminelen van ons. Alsjeblieft, meneer Macintosh, houd u stil. U bent gewond. Luister, iedereen wil. We willen allemaal gewoon vrij zijn. Om ons onderzoek te doen zonder bedreigd te worden. Als Targent terug zou kunnen keren, terug naar wat het was, dan komt onze wens misschien nog uit. Toe, Bronev, jullie moeten hem tegenhouden. Kiboom. Meneer Macintosh. We moeten hem naar de Bostonius brengen. Vlug, hij heeft dringend medische hulp nodig. Inderdaad, er is geen tijd te verliezen. Oh jee. Hoe gaat het met hem, Raymond? Zijn toestand is stabiel. Ik heb de wond gereinigd en verbonden. Hij heeft veel bloed verloren, maar hij is niet in levensgevaar. Gelukkig, dat is een flinke opluchting. Kunnen we hem aan uw zorg toevertrouwen? Natuurlijk, professor. U kunt met een gerust hart verder gaan met uw missie. Ik zal de patiënt in de gaten houden. Professor, hoorde u wat meneer Macintosh daarnet zei? Wat bedoel je precies? Hij zei iets over dat de Targent moest terugkeren naar wat het was. Dat is niet meer dan giswerk, maar het is mogelijk dat Targent niet altijd een criminele organisatie is geweest. Als ik even mag. Kan het zijn dat een man
behept met een sterke zingeving tot roekeloosheid wordt gedreven, ook al is zijn doel nobel. Als hij zijn visie volgt en tot het punt dat niets anders meer telt, dan heeft hij alleen nog oog voor zijn doel, niet voor wat het kost. Het is een vorm van waanzin. Als een dergelijke visionair het hoofd van een grote en machtige organisatie is, kan de aard van de organisatie verwrongen raken. Dus u bedoelt dat Tarchant geworden is tot wat het nu is door de ambitie van haar leider, Bronev? Haha, of wellicht is dit slechts de gedachtenkronkels van een oude man. Ik zal uw woorden in gedachten houden. Ik moet zeggen, hij lijkt wel veel op Bronev. Ik weet niet of ze related zijn, maar... Als Tarchant verwrongen is, dan moeten wij de boel weer ontkreukelen, of niet, professor? Inderdaad, laten we dieper hun basis binnendringen. Ik stel voor dat we die straat ingaan waar McIntosh vandaan leek te komen. Dat stel ik ook voor. Hier staat een meneer met een puzzel. Kibum. Jullie daar, wat sluipen jullie hier rond? Oh nee, we zijn ontdekt, professor. We zijn slechts ergens naar op zoek. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons door te laten? En waarom zou ik dat doen? Omdat ik zo'n aardige jongen ben, zeker. Hier, pak aan. Kruispunt, crimineel. Hey, maat, met mij. Ik heb je hulp nodig. Ik stond op de uitkijk, maar een smeren zag me. Dus ik rende snel weg naar de dichtstbijzijnde kruising en ging rechtdoor. Hij zat me nog steeds op de hielen, dus ik ging zo snel mogelijk rechtsaf. Daarna bijna rechtsomkeerd, maar niet helemaal. Bij de volgende kruising ging ik rechtsaf en daarna weer rechtsaf. Weer bijna rechtsomkeerd. Daar heb ik me nu verstopt. Kun jij vinden waar de schurk zich verborgen heeft? Kan ik zien waar hij is begonnen? Ik stond op de uitkijk, maar een smeren zag me. Dus ik rende snel weg naar de dichtstbijzijnde kruising en ging rechtdoor. Er is niet echt een... Oh ja, als je van F begint, dan zou D een kruising zijn waar die rechtdoor zou kunnen gaan. Dan zou die naar B gaan. Hij zat nog steeds op de hielen, dus hij ging zo snel mogelijk rechtsaf. Dat kan dus niet. Dus als hij bij B begonnen is, dan ging hij rechtsaf bij F. Dat kan. Dan rent hij door naar E. Hij zat nog steeds op de hielen, dus hij ging zo snel mogelijk rechtsaf. Bijna rechtsomkeerd. Ja, van E ging hij dan naar C. Maar niet helemaal. Bij de volgende kruising ging ik rechtsaf. Ja. En daarna weer rechtsaf. Weer bijna rechtsomkeerd. Daar heb ik me nu verstopt. Kun jij vinden waar de schurk zich verborgen heeft? Ja, op F dan. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Oh, dit verbaast mij. Denk goed na over het bestaan. Neem de tijd. Nee. Voor je het weet, is het echt gedaan. Ik stond op de uitkijk, maar ik meer zag me, dus ik rende snel weg naar de dichtstbijzijnde kruising en ik ging rechtdoor. Als je van B naar C gaat, kan je niet rechtdoor. Als je van A naar C gaat, kan je niet rechtdoor. Als je van E naar C gaat, kan je niet rechtdoor. Als je van D naar C gaat, kan je niet rechtdoor. Als je van A naar E gaat, ook niet. En van E naar A ook niet. Van A naar B ook niet. En van B naar... Dat is raar. Even kijken. Ging rechtdoor, dan kom je bij F. Rechtsaf, ja. Yeah. Rechts verkeerd, maar niet helemaal. Rechtsaf, en dan weer rechtsaf. Bijna weer rechtsaf. Oh, ik denk dat ik gewoon eentje te veel heb gedaan. Ik denk dat het de D is. Kijken of dit juist is. Ook niet, wat? Ik word die genaaid. Volgende keer beter. Ik weet het nu ook niet meer, hoor. Wat ook kan, bedenk ik me nu. Ging rechtdoor. Ging rechtsaf. Maar niet helemaal. Bij de volgende kruising ging ik weer rechtsaf. Dan heb ik weer rechtsaf. B dan? Dat was een behoorlijke opgave. Nou, ik ben klaar met deze puzzel. Ik ben gewoon klaar met deze puzzel.
Wat een onzin. Wat een onzin. Dit zou het moeten zijn. Hier moet ik me nog eens over buigen. Wat een gezever en gezeik. Dus B, D, F en E is het niet. A dan. Is het een A? Wauw, dan is het de laatste die ik nog niet heb gehad. Het is niet te believen. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Hoor je ook, ik heb het goed. Ik ben echt een master. Nee. Ah, oh, ze laten niet eens zien hoe ze bij dat... Nou ja. Ik ben teleurgesteld. Hier hebben we onze... favoriete boeven weer. Aha, dat is de Hoedemans. Ik verzoek u beide vriendelijk om ons door te laten. We zijn op zoek naar uw leider, Bronef. Ha, denk je dat je me voor de gek kunt houden met dat voorname voorkomen en die deftige woorden? Laat maar eens zien hoe slim je bent met deze puzzel. Puzzeling. Schuiven op zee nummer 2. Oh jee. Die lastige zeerovers zijn weer bezig. Verplaats de stukken op het bord volgens de regels hieronder en verander alle zeerovers in matrozen. Matrozen en zeerovers kunnen alleen bewegen door over de stukken naast heen te springen. Over meerdere matrozen en zeerovers tegelijk. Er kan over meerdere tegelijk gesprongen worden. Oké. Okay. Dus dit kan. 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 Jezus, die was easy lemon squeezy. Uitmuntend en gewoon een... Ik wou een Pokémon Master zeggen, maar... Gewoon een latent master. Maar het is ons wel gelukt. Mogen we er nu langs? Ah, nu is het genoeg. Het is de hoogste tijd dat jullie Lapslandse jullie verdiende loon krijgen. Toch kwartel? Ga maar. Het hoofdkwartier zit in het hoge gebouw verderop. Het kantoor van de baas is op de bovenste verdieping. Ja, je kunt het niet missen. Gewoon helemaal omhoog tot... Wat? Rustig maar, Kiwiet. Luister, we zijn de afgelopen maanden de hele wereld rondgereisd en ik ben het helemaal zat. Hier heb ik niet voor getekend. Ik doe graag allerlei klusjes voor de baas, maar mensen doodmaken, daar pas ik voor. Vaarwel, Targent. Ik neem ontslag. Dus van mij mag u doorlopen, meneer. Dankjewel. Wacht even, je neemt ontslag. Je wilt Targent de rug toekeren? Dat heb je goed gehoord, Kiviet. Ik kap ermee. We hebben een leuke tijd gehad samen, of niet soms? Waar heb je het over, Lego? Je kunt niet weggaan, we zijn partners. Denk je dat ik je gewoon ga staan uitzwaaien? Mooi niet. Als jij gaat, ga ik ook. Hé, hey, betekent dat we het luchtschip kunnen jatten? Ik heb dat ding altijd al eens willen besturen. Wacht, hier moeten we het nog even over hebben, Kiviet. Hij verandert ook nooit. Veel succes, jullie. Wacht, die archeoloog die we eerder probeerden te helpen, McIntosh, bevindt zich op ons luchtschip. Zijn wonden zijn verzorgd, maar hij heeft nog steeds een dokter nodig. Als u toch ontsnapt, kunt u hem dan met u meenemen. Dat is wel het minste wat ik kan doen, meneer. Misschien zien we elkaar nog eens als dit allemaal achter de rug is. Goed, het Targent hoofdkwartier is gevestigd in het gebouw recht voor ons. We gaan in het Targent hoofdkwartier in. Spannend. Dit moet het zijn, het hart van Targent, waar ze hun boosaardige plannen smeden. Maar het is totaal verlaten, waarom zijn er nergens bewakers te bekennen? Omdat Bronef ons niet van probeert te weerhouden om hem te vinden. Ik stel voor dat we hem niet laten wachten. Tijd om het laatste ei terug te vorderen.
way, yo. Wat is dit? Ik voel Azraanse kracht uit de zuil komen. Was het Broner's bedoeling dat we dit onder ogen kregen? Waarom? Wie weet hoe die man denkt. Ik vraag me af of hij de toren om de zuil heen heeft gebouwd om hem geheim te houden. Het graveerwerk op de zuil is het archief van de Azraan, achtergelaten voor toekomstige beschavingen. Ze hebben hun geschiedenis in deze zuil uitgehouden? Ik geloof van wel. Ik zal zien of ik het kan lezen. Onze geheimen en onze krachten zitten opgesloten, verzegeld door 5 aura-stenen. Alleen deze 5 aura... Alleen deze 5 zullen het pad onthullen naar het heiligdom waaruit onze kracht bevrijd zal worden. Ah, dus het gaat over de 5 aura-stenen. Afgaande op Tarjan's recente acties kunnen we aannemen dat we dit schrift ook kunnen lezen en van alles op de hoogte zijn. Inderdaad, waarschijnlijk weten ze zelfs wat ze met de 5 aura-stenen moeten doen, zodra ze die allemaal verzameld hebben. Deze geschriften verklaren alles. De aura-stenen leiden hun bezitter naar het heiligdom. Als ik alle 5 stenen voor me had, zou ik me misschien meer kunnen herinneren. Het zit ergens ver weg in mijn geheugen. Ik probeer me met alle mannenmacht te herinneren, maar nee, het lukt niet. Maak je niet ongerust, Aurora. Je hebt ons al enorm geholpen. We weten voorlopig genoeg. Iets zit me dwars. Als Targent weet dat we alle 5 aura-stenen nodig hebben, waarom hebben ze hier ons dan, hebben ze er dan maar 1 gestolen? Waarom wilden ze ons hierheen lokken? Daar zullen we ongetwijfeld achter komen wanneer Broner eenmaal in levende lijven zien. Waarschijnlijk omdat ze Aurora nodig hebben. Kijk, professor, volgens mij is dat een lift. Zullen we die nemen? Het lijkt erop dat onze enige mogelijkheid is om boven te komen. Ik zie geen andere manier. Ik zie wel mogelijkheden tot vet coole hintmuntjes. En die hintmuntjes, die gaan we natuurlijk even pakken. Oeh, een puzzel. Dus er zit een bewaker bij de lift en er is geen andere manier om naar boven te gaan. Hij zal ons waarschijnlijk niet doorlaten. Ik denk dat die bewaker maar eens een dutje moet gaan doen. Wat bent u van plan? Ik heb wat van die dormieswammen geplukt in Molsinia. Ik had het vermoeden dat ze wel eens van pas zouden kunnen komen. De sporen van een enkele paddenstoel zullen deze bewaker in een urenlang slaap laten vallen. Neem wat afstand allemaal. Zeer spannend. Snurkamors plan. Oké, in plaats van... Is maar van Sycamore. Oké, got it. Professor Sycamore... Jezus. Professor Sycamore heeft een plan bedacht om langs de Tarjan bewaker te komen. Hij heeft 2 slaapbommetjes verstopt met dormieswamsporen. En nu hoeft hij ze alleen maar naar het rooster te kaatsen. Bommetjes kaatsen in de rechte hoek van de planken af, ja, in de 90 graden zeg maar. Als een bommetje een plank met een cirkeltje raakt, draait de plank een kwartslag. Gooi de bommetjes vanuit de luchtroosters aan de linkerkant en zorg dat 1 ervan bij het luchtrooster in de hoek rechtsboven belandt. Oké. Oh, je hebt maar 2 mogelijkheden. Oké. Oh, oeps. Even kijken. Ik denk dat we eerst deze moeten doen. Dan deze moeten doen. Easy win, boys. Ik ben tot de volgende conclusie gekomen.
Logisch denken is van essentieel belang. Poeh, volgens mij heeft het gewerkt. U bent echt goed voorbereid. Ik moet mezelf wel kunnen beschermen. Die Tartan-schurken zouden zeker niet aarzelen om geweld tegen ons te gebruiken. Ze zouden zelfs een kind zo kwaad doen als het moest van Bronef. Dus ja, ik heb wel een paar trucjes achter de hand. Dus als ze ons te pakken krijgen, zitten we diep in de problemen. Professor, ik word later net zo'n heer als u. Ik zou niemand nodig moeten hebben die me beschermt. Sterker nog, ik ben degene die mijn vrienden zou moeten beschermen. Dus dat zal ik ook doen. Ha, zo hoor ik het graag. Goed, laten we gaan. Ik vraag me af hoe het met meneer McIntosh is. Hij maakt het vast prima. Zijn wonden waren lang niet zo ernstig als ze leken. Maar het is hij is met die mannen van Targent mee. Ik hoop dat hij in orde is. Als ik McIntosh woorden goed begrepen heb, heeft Targent hier nog meer wetenschappers in dienst. Uiteraard, Bronef omringt zich met de experts. Hoe zou hij anders al die Axaraanse puzzels kunnen oplossen? Maar waarom zouden al die onderzoekers willen werken voor die slechterikken? Waarom denk je dat ze een keuze hebben? Ooit waren zij wellicht gewone mensen met een rustig en gelukkig leven. Maar toen Bronef hun families bedreigde, viel de vuurnatie aan. Nee, konden ze kiezen uit twee opties. Target helpen of nou ja, je snapt het wel. Vergeef me dat ik het vraag, maar hoe zit het met u, professor? U bent immers ook een expert op het gebied van de Azeroth. Ja, Target heeft me ook meer dan voldoende reden gegeven om ze vanuit de grond van mijn hart te haten. Ah, we zijn bijna boven. Wees op je hoede. Is dat... puntje, puntje, puntje... Dat is de cliffhanger voor de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van Azeroth. Adios, amigos.